Dit jaar is er bij de traditionele nummer 4 wedstrijd maar liefst €10.525 opgehaald voor het onderzoek naar alvleesklierkanker. Door middel van een collecte voorafgaand aan het duel met FC Utrecht en het veilen van de gedragen wedstrijdshirts werd er €892 meer opgehaald dan in 2018. Bij hoofdsponsor Nederlands Openluchtmuseum, die speciaal voor dit duel haar naam op het shirt vrijmaakte, werd de cheque met het recordbedrag overhandigd aan KWF Kankerbestrijding. We hebben natuurlijk kort geleden de wedstrijd gehad Vitesse-FC Utrecht. Traditioneel staat hij in het teken van de collecte van KWF rondom het stadion. En het Openluchtmuseum is hoofdsponsor van Vitesse en heeft het plek op het shirt, op het thuisshirt, beschikbaar gesteld voor KWF Kankerbestrijding. En dat heeft ook weer bijgedragen aan de opbrengst, de nog hogere opbrengst dan andere jaren voor de collecte. Ja, want Vitesse en KWF die hebben opnieuw een recordbedrag opgehaald, net als vorig jaar. Nu is het €10.525. Dat is een mooi bedrag. Dat is een geweldig mooi bedrag. Wij zeggen altijd wel, elke euro helpt. Maar zeker deze ruim €10.000, net wat ik zei, is weer meer dan voorgaande jaren. Alvleesklierkanker is natuurlijk gekoppeld aan Theo Bos. Wij besteden dat weer een wetenschappelijk onderzoek. Wat ons weer dichterbij brengt bij die dag dat er niemand meer sterft aan kanker. Dat zijn kleine stapjes. Uiteindelijk is het nog steeds zo dat 1 op de 3 mensen te maken krijgt met kanker. Dat uiteindelijk 65% na 5 jaar nog leeft. Dus we hebben nog een enorme stap te maken. En alvleesklierkanker is daar eentje van. Een soort van die nog heel veel onderzoek vergt om daar een grote stap in te maken. Wat is er allemaal gedaan om die €10.525 op te halen? In eerste instantie is natuurlijk de aankondiging van dat de wedstrijd in het teken staat van de collecte. Dat is heel belangrijk. Dus social media speelt een belangrijke rol om de achterban, de supporters, duidelijk te maken dat deze wedstrijd weer in het teken staat van de collecte. Daarnaast is het werven van vrijwilligers die bij elke opgang in het Gelredome klaarstaan om de collecte te houden. Met de collectebus, met de QR-code en met de pinapparaten die beschikbaar zijn gesteld om niet. Dat alles samen met natuurlijk de medewerking van Vitesse betrokken, is het voor elkaar gemaakt om deze prachtige collecteopbrengst te hebben. De samenwerking met Vitesse is heel mooi omdat we steeds elke keer weer proberen om een nieuw elementje toe te voegen aan de collecte. We doen dit inderdaad al een aantal jaren. Dit jaar is weer een hogere opbrengst dan vorig jaar. Wat heel mooi is, naast het werven van vrijwilligers, krijgen die vrijwilligers bijvoorbeeld ook de gelegenheid om de wedstrijd daarna te bezoeken tegen Utrecht. Wat heel leuk is voor de mensen om te komen. Kinderen zijn vaak ook betrokken bij de collecte omdat die het leuk vinden om te helpen collecteren. Maar ook omdat ze het leuk vinden om je wedstrijd te zien. En de samenwerking met Vitesse is, net wat ik zei, heel mooi omdat je aan de voorkant ervoor zorgt dat de bezoekers, de supporters weten dat de collecte eraan komt. Dat ze niet denken van wat is hier aan de hand, wat gebeurt er. Maar dat ze van tevoren weten van nou, de collecte is er, dus laat ik of wat geld meenemen of mijn pasje bij de hand houden. Zodat ik makkelijk kan geven. Dus op naar een nieuw recordbedrag. Op naar volgend jaar en naar een nog mooier bedrag. Precies. Okay.